Welkom bij 1 Petrus 1, vers 5. Petrus heeft inmiddels het nodige geschreven. Veel theologie, veel geloofsleer. Hij heeft de gelovigen beschreven als beschermd door Gods macht. Denkend aan Efeze 6 bijvoorbeeld, aan de wapenrusting van God. En hij spreekt over een klaarliggende erfenis in de hemel: voor die vreemdelingen in verstrooiing. Die uitgestrooid zijn over het land van Griekenland toen Turkije nu. Een erfenis die klaar ligt in de hemel, die niet, ver, niet vergaat, die niks duisters, uh, geen duistere kant heeft en die altijd mooi blijft. En dan schrijft hij in 1 Petrus 1, vers 5 het volgende: U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. U ziet de redding tegemoet, schrijft Petrus. Het woord sorteria dat hij er gebruikt, is in het gewone Grieks meestal genezing, redding van ziekte. Van de dood eventueel, uh, kom je in het Nieuwe Testament ook wel tegen, onder andere in Jakobus 5, waar sorteria ook gebruikt wordt om genezing te beschrijven. Maar Petrus bedoelt veel meer, die heeft veel meer voor ogen. Hij praat over iets dat de volheid van het heil, van het welzijn, van het uiteindelijk totaal tot bloei komen, door de Messias Jezus, gebeurt aan mensen die nu nog vreemdeling zijn. Het woord sorteria heeft. Uh, meerdere betekenissen als je kijkt naar het, uh, de hele breedte van de Bijbel. Ik zal ze niet allemaal opzommen, maar het heeft onder andere te maken met redding uit verlorenheid. Uit een zinloos leven, als uit een leven waarbij je niet weet wat het doel is, waarvoor je er bent, waar het goed voor is dat je bestaat. En ik weet dat er heel veel mensen zich daar gewoon afvragen. Waarvoor ben ik er eigenlijk? Nou, de soteria van Jezus betekent dat je uit die put gehaald wordt en dat je op een weg wordt om te, gezet om te lopen. Samen met Jezus. Dat je een doel voor ogen krijgt. Het is ook duidelijk dat in de Bijbel met het woord redding verwezen wordt naar het laatste oordeel. Waar uiteindelijk recht gedaan zal worden. Veel mensen vinden dat een schrikbeeld. Maar ik vind het echt een formidabel iets. Al die deugnieten, al die stinkstreken die wij niet in onze voorlopige gerechtigheid kunnen bestraffen. Komen eindelijk op de plek. Eindelijk wordt er recht gesproken. Alle mensen die slachtoffer zijn geworden van het een of het ander, zouden met vreugde naar het laatste oordeel moeten kijken. Want het zorgt ervoor dat de gerechtigheid gedaan wordt. God is de rechter die recht spreekt naar wat er feitelijk ligt. Een onafhankelijke, onpartijdige rechter die met waarheid gerechtigheid dient. Redding daaruit. Als je in Jezus gelooft, mag je zeggen dat het oordeel al voorbij is. Hij heeft het oordeel van ons gedragen op het kruis op Golgotha. Als je aan Jezus verbindt, is dat oordeel al gepasseerd. Een bijzondere gedachte op zich. Maar het gaat er nog veel meer dan dat. Er zijn heel veel, heel veel positieve dingen ook die eraan verbonden zijn. Het, de uitzicht op de glorie van God die uh, gegeven geworden. De, de, de levensglans, de levenskracht die onvergelijkbaar is met alles wat we hier op aarde kennen. Uh, de majesteit waarmee God mensen tot zich roept en bekroont en die... Die majesteit ook gunst om te kunnen leven in zijn eeuwigheid. Het betekent focussen op de toekomst. Het richt je blik op de toekomst. En daarmee, omdat je daar het licht ziet, wordt ook het hier en nu verlicht. Daarmee kun je ook beter weten wat de weg van vandaag betekent en welke stappen je vandaag moet zetten. Peter schrijft aan de over: Die redding zal aan het einde van de tijden zeker geopenbaard worden. Nou, klinkt wel een beetje als een doodonder. Ja, ja, later ooit eens, weet je wel. Het land van ooit of zoiets. Nou, zo bedoelt hij het echt niet. in tegendeel, want in vers 20 zegt hij: Het eind van de tijden is al aangebroken met de komst van Jezus. Op het moment dat Jezus op aarde kwam en zijn route daar volbracht, is er al een breekpunt in de tijd. Vanaf dat moment gaat het naar de afwikkeling van de tijd toe. Het is het begin van het einde van de tijd. Dus Peter schuift de boel hier een heel eind voor zich uit, zo van ooit, hè? als je maar lang genoeg wacht. Maar zet het nu al in de werkelijkheid. Het is nu al present, maar nog niet. Volledig procent. De Overwinning staat vast. De strijd is nog niet voorbij. Nou, dat is uh, beeld dat heel vaak gebruikt wordt, is uh, die dag. Uh, het was duidelijk hoe het zou aflopen, maar de strijd was. viel nog heel veel doden. Er was nog heel veel verwoesting, helaas. Uh, maar dat komt. Dat is een simpele reden voor. De duivel is een onsportieve verliezer. Die houdt niet op als het laatste fluitje geklonken heeft. Die blijft doorvoetballen, door tennissen. Door Bert Minton. Onzin natuurlijk. Als iemand dat zou doen op het sportveld, dan zou hij compleet uitgelachen worden. De duivel trekt er niks van aan. Die blijft gewoon doorspelen. Totdat hij echt in de kraag gepakt wordt. En opgeborgen wordt. En uiteindelijk vernietigd wordt. Dat staat ook allemaal te gebeuren. Keurig beschreven in de boek Openbaring. Een levend focuspunt. Een focuspunt voor je leven. Omdat Jezus overwonnen heeft in de dood. In zijn dood en in zijn sterven. En in zijn opstanding. Daarom is de toekomst zeker. Daarom kun je aan die redding met huid en haar overgeven. Het totaal over je heen laten komen. Daarmee krijg je ook in je totaliteit toegang tot Gods Koninkrijk als veranderd mens. Een Koninkrijk dat anders is dan alle Aardse Koninkrijken. En dat zegt jij dus ook tegen Pilatus. Hè? Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, is van een ander gehalte. En dat betekent niet vaag, onwerkelijk of dampachtig, of zo weet ik veel. Dat betekent van een hogere orde. Een werkelijkheid. Waarbij die van ons een schaduw lijkt. Een schim van wat de werkelijkheid van Jezus is. En dat zegt Petrus allemaal tegen die vreemdelingen. Die lui die als vreemdelingen verstrooid zijn in een samenleving die hun niet begrijpt. Daarom kunnen ze ook vreemdeling zijn, omdat ze dit focuspunt hebben. Omdat ze het licht daar zien, schijnt het ook vandaag al op hun leven en op hun weg. Op weg naar een beter vaderland. Op weg naar een definitief huis. Op weg naar de laatste stad. De stad die niet door mensenhandel gemaakt is, maar door Gods hand. Ik moet vaak denken, als ik aan dit soort dingen lees, aan mijn collega Randy Elkhorn, theoloog uit de Verenigde Staten, die uiteindelijk een stichting begonnen is, Eternal Perspective. En die boeken schrijft over dat mensen het zicht op de eeuwigheid totaal kwijt zijn geraakt. En heeft een klein en leuk boekje geschreven. Over, over rijkdom, maar ook over de, einde, over de eeuwige stad, over de schat in de hemel. En hij schrijft dat mensen de neiging hebben om elke keer uit te zien naar een mooier huis. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Ik weet wel hoe, hoe, hoe hoog de nood is voor uh, jonge status en dergelijke in Nederland met de huizenprijzen van vandaag. Uh, maar als je kunt, kijk je altijd uit naar een nog beter huis, een nog mooier huis. Ik heb er heel veel van zien gebeuren, onder andere in een veenkolonie... waar kleine arbeidershuisjes omgetoverd werden tot kleine paleisjes... en soms tot grote of middel of joekels van paleizen. Er is altijd een mooier huis waar je naar verlangt. Elkoon zegt, dat is het verlangen naar Gods stad. Het verlangen naar het vaderhuis van God. Dat zit ingebakken in de botten van mensen. In ieder mens, omdat ieder mens schepping van God is. Een focuspunt. Een belofte voor mensen... Die als vreemden worden bekeken door een samenleving. Die er andere praktijken op nahouden. Die het anders doen. Die verder prima lui zijn en veel liefde te tonen strijden. En weet ik weer allemaal meer. Maar raar zijn. Buiten zijn. Op weg zijn naar iets anders. Dat is de gemeente van Jezus. En dat is wel een spiegel die ons voorgehouden wordt in deze tijd. Waarin we de neiging hebben om ons als kameleons te verstoppen in de samenleving. En de schutkleur aan te nemen van de achtergrond. Is die kwaliteit die waar Peters over schrijft van vreemdelingschap ook zichtbaar in mijn leven en in ons leven? Nou, ik, ik twijfel er wel aan of ik dat voldoende doe. Maar is, ik weet dat er meer mensen aan twijfelen, dus daar voel ik me dan ook alweer door getroost. En ik weet ook dat het niet van mijn prestatie afhangt. Ik hoop alleen dat de lieve Heer me de kracht geeft en de wijsheid en de moed om te zeggen wat er gezegd moet worden op het moment dat het erop aankomt. En dat is dan alweer weer spannend genoeg. Een belofte voor vreemdelingen. Om zich als vreemdeling te onderscheiden, maar ook te wijzen naar waar het land ligt waar we werkelijk naartoe willen. Tot zover is maar eens deze bespiegelingen en uitleg. Mogelijk tot ziens? In elk geval God zegen toegewenst.